Nou, ik zeg net tegen de mensen thuis, ik ga eens even kijken of ik hier een cursus tjaka ga krijgen. Een tjaka? Yeah! Een cursus tjaka! Een cursus tjaka. Ik denk bij mezelf, ja, als ik dan toch een hond moet hebben, dan haal ik of hem uit de asiel, of ik haal hem bij haar vandaan. Nou, en ik vind haar gewoon een lekker wijf. Dus ik gun het er ook. Waarom ze weggegaan is, zij vond dat ze moest gaan werken. Terwijl het kindje 3 maanden was. En daar was ik het gewoon niet mee eens. Want ik vind namelijk dat als je een kindje hebt van 3, 4 maanden, dat je dan eerst voor je kindje moet zorgen. En daarna zorg je voor je kerel. En daarna zorg je voor jezelf. Ja, precies. Nou, noem het maar conservatief. Maar er zijn heel veel mannen die zijn het met me eens. Maar het zijn zulke angsthazen, ze durven het niet te zeggen. Het lood zakt een beetje in mijn schoenen natuurlijk. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is toch dat u... En hoe, ik weet niet of je dat zo uit je hoofd weet, maar wat kan je daaraan zien? Nou ja, laten we het bij mij doen. Heb ik rond of ovaal? Dat weet ik niet zo goed. Dus recht en rond. Dus het betekent? Dus recht en rond. Dus jouw gedachten zijn, hè, datgene, je denken is redelijk sociaal, maar eigenlijk niet zo sociaal. Ik begrijp best dat je geen zin in, maar je hebt gewoon 15.000 gulden voor het goede doel. Geen stuiver krijg je. Nee, het is 1. Daarboven is het ook alleen maar vlees. Zo. Ja, ik zeg altijd, alles zit tussen je oren. Nou ja, niet alles zit tussen je oren natuurlijk. Nee, dat weet ik dat jij daar ook. Maar ik hoef niet met jou te werken, dus dan zeg ik dus even beneden blijven. Ik heb dan een voorstel, als zij dan kist voor mij opdraagt, Emiel. Als zij dan maar zij moet rustig blijven en ik wil niet hebben dat ze wat zegt. Gewoon blijf staan bij de kist, verder niks. Ja, maar ik denk niet dat ze dat doet. Waar bent u bang voor, meneer Raterband? Ik ben voor niets of niemand bang, alleen ik maar wel voor mij. Mij van tevoren neem ik mijn maatregelen. Okay. Ik vertrouw iedereen, maar ik zet wel mijn fiets op slot. En zeer zeker als ik in Amsterdam ben. Het lichaam, ik weet niet of ik daar heel erg blij moet zijn. Nee, maar kijk, ik ben daartegen. Mm-hmm. Dus als mijn dochter van 16 of van 21 thuis komt en zegt, pa, ik wil grote tieten hebben, dikke reet, enzovoort, enzovoort. Dan zeg ik, moet luisteren, als jij dat wil, dan moet jij dat zelf bekostigen. Pa doet in ieder geval niet mee. Want het zit in je hoofd en het zit niet in je tieten. Ja. Zo, dus ik ben van die school. Ja, waarom is de vrouw superieur aan de man? Waarom? Enkel alleen maar het feit van dat u als man zou moeten bedenken dat u een kind moet baren, doet u al doodgaan. Zo. Eén dag esse ik ja minstens 2 van zulke tüten zelf al. En deswegen ben ik jou ook gezond. Deswegen zie ik jou zo goed aus. Als een vrouw hier binnenkomt, die ziet gelijk, het lijkt nergens op. Dat plafond moet wit zijn. Oké, maar hier moet een tapijt liggen. Er moet een open haard komen. Dan moeten gewoon kroonluchters komen. Dan moeten fluwelen gordijnen komen. En dan moeten wat schilderijen gehangen worden. Die vrouw die ziet dat meteen. Die man die zegt, wat gaat kosten? Het is niet nieuw dat u dit soort dingen zegt. U zegt wel vaker bepaald voor vele vrouwonvriendelijke zaken. Het is niet vrouwonvriendelijk, het is realistisch. Dus u noemt zelfs truus. Trus, Beppie, konijn. Konijntje. En dan zie je dus welke kant is meer ontwikkeld bij hem. De linkerkant of de rechterkant is zo duidelijk. Ja. Zie je dat nu? Voor mij mijn linkerkant. Ja, dus dat zijn rechterkant. Zijn rechterkant. Dus hij is in stress, gaat hij dus gewoon in de ratio. Hij zoekt een verklaring, hij probeert dus gewoon verstandelijk eruit te komen. Ging maar uit, het kwam wat onverwachts natuurlijk. Natuurlijk! Ja, en straks, nadat u in de therapie geweest bent, dan zegt u... Ja! Zaka! Dus de wilskracht is bij jou zwak. Zwak? Zwak, ja, zwak. En toch hier recht en dan daar ingevallen. Zo. Je staat ook scheef, hè? Dus je lippen die neigen naar links. Gezang, nou, lekker gezellig. Ja. Hè? Carnaval, leuk. En de kroeg ingaan. En, ja, ik heb mijn hele leven alleen maar water gedronken. Dus ik had goed de kop erbij. Dus ik wist precies wat ik wilde. Dus ik verliet het etablissement nooit alleen. Zoals jij hebt heel veel ronde vormen. Dat wijst dus op zachtaardig. En dat wijst dus op sociaal, dat je van mensen houdt. En je hebt een hele grote neus, vergeleken bij de contouren daarmee. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat je ook een hele eigen sterke wil hebt. Klopt, en dat als er ruzie is, dat het dan altijd van jou vandaan komt. Omdat jij niet tevreden bent met de status quo zoals het is. Zo, hè. Lekker dat jullie er allemaal zijn. Mooi op tijd beginnen we, het is 8:00. En wat verwacht je van vanavond? Nog niet van nagedacht. Nou, ik... Blijmoedige mensen krijgen dat, die ziekte ook. Dus dat is niet waar, meneer. U weet er niks van. Zo, u weet er niks van. Daarom sta ik hier en u niet. Zo. Als je zegt klootzak tegen jezelf, dan voel je anders dan je zegt... Tjadaa!
Nee. En dat werkt gewoon. En dan kunt u me zeggen, het moet eerst wetenschappelijk bewezen worden. Nee, ja, fuck you. heb ik helemaal geen boos gemaakt, maar het werkt gewoon. En eigenlijk gewoon de ellende die ik het laatste half jaar meegemaakt heb met de vermeende brandstichting. Mevrouw is weggelopen. Mijn kinderen 10 weken niet mogen zien. Voorlopige voorzieningen, scheidingaanvraag. Hond overlijdt, wordt mijn huid uitgezet. 2 bedrijven kunnen de kosten niet meer betalen, gaan failliet. En dat je op een zeker moment denkt van, ja jongens, wat moet ik nou? Moet ik nou van de brug afspringen? Of moet ik gewoon hier wat van leren? Nee, okay. Jij zult nooit een kilometer onder het ijs doorzwemmen onder de Noordpool. Zo, noem maar even een extreem voorbeeld. Nee, dat zie je er toch niet van in. Maar ik heb wel, ik bedoel niet om het eventjes bij de hand te lopen doen, maar ik heb wel de 4-daagse gelopen zonder te trainen, omdat ik gewoon dacht, ik ga dat halen. Nou, fantastisch. Please, stand up. Stijntje pas op. And please put your hands on the shoulder from the person in front of you. How much rejection do you feel? And now I'm going to ask you a second question. And that is to start massage. The man or the woman in front of you. Zo, en als ik even kijk naar je benen, hè, dan zie ik gewoon dat je een korte torso hebt, maar je hebt lange benen. Dat wil zeggen dat je dus eigenlijk zittend werk moet doen. Ik, echt waar, ik vind je een leuk mens. Maar zoals ik was bijna over het hek gekomen om je gewoon op je bek te slaan wat je allemaal net gezegd hebt. Het kan toch niet? Dat is echt te erg. Maar waarom heb je je emotie niet gevolgd? Ik ben er overheen geklommen. Nou ja, toen was daar corporaal Kroeze en ik weet het nog eens de dag van gisteren. Ik maakte een fout met eieren koken. Er moesten dus 1000 eieren gekookt worden. En ik maakte daar een fout mee. Ik liet ze niet snel genoeg schrikken. Waardoor ze dus niet gepeld konden worden. En toen zei die corporaal Kroeze ermee: jee, ben je stom! Jee, je zult het nooit zo ver schoppen als ik! En toen dacht ik bij mezelf, toen ging het om bij mij. Toen dacht ik bij mezelf, ja, maar ik wil helemaal niet zo zijn als jij. Wacht even, nou moet ik het even anders doen. Maar bijvoorbeeld ook Faya Laurens, die helemaal... Top 5. Heeft bij mij gegeten. Dat was een televisieprogramma. En ik hoorde nog zeggen van... Ja, maar luister, dat heb je toch niet zelf gekookt? Ik had rijsttafel gekookt. Ja, maar van 25 kok, toch? Met 25 sambalans. En toen zei ze, ja, dat komt zeker uit de toko. Ik zei, nee, heb ik allemaal vers gemaakt. En toen was zij aan de beurt. Nou, het was niet tevreden. Ze had een Surinaamse kip. Hoe heet zo'n kip? Zo'n Surinaamse kip? Ja. Geen piripiri, maar... Een rotti-achtig. Ja, een rotti-achtig ding. Dat was niet tevreden. Het hele spitse neus heb je. Ja, daar heb ik jou verkeerde dingen over horen zeggen. Nee, niet verkeerde dingen, maar je hebt hele kleine oortjes. Je hebt hele kleine oortjes. Ja. Dus dat reduceert dat weer, dat het enigszins normaal wordt. Oké, en dat was wel een vraag die ik... Want je hebt er wel een neiging tot godsdienstwaanzin. Dat zit in je. Mevrouw, u doet in ieder geval moeite. Dus ik kom u even een kus geven. Want u bent de eerste die dat... Zeg, kom hier. En ik had dat gevoel gelijk al, hoor, toen je binnenkwam vanmiddag. Zo. Nou, ik zal je een hintje geven. En het moment... Wat? Wie? Hij wil ook gezoend worden. Ik behoor tot het uitstervende soort van mannen wat van vrouwen had, mevrouw. Deze jonge man zegt, hij is onder de pannen. 1 op de 2 huwelijken, die stopt binnen 5 jaar. En hij beweert, hij is onder de pannen. Hij heeft een kind. Hij denkt, het is nu voor elkaar. Hij denkt, dat zal mij nooit gebeuren, wat die Ratelman 3 keer is gebeurd. Dat hij zijn kinderen niet zal zien, enzovoort, enzovoort. Vriend, je bent 1 groot vat vol met tegenstrijdigheden. Ik kan me voorstellen, als kerel zijnde, je bent getrouwd, je hebt de hele dag dat gezeik van een wijf in je. Ja, natuurlijk. Dus dat wijf wil niet voor de kinderen zorgen. Ja. Dat wijf moet een eigen carrière hebben. Dat wijf wil gewoon jouw poen uitgeven. Dat wil je ook. Dus op een gegeven moment denk ik, ga er vanaf, ik neem een kerel. Kut. En dan zou ik eigenlijk nog 2 kinderen hebben. Zou ik eigenlijk een vrouwtje willen hebben die dus dan gewoon lekker zelf een beetje werkt. Maar niet zo'n carrière trus. Weet je wel, met die gewoon lekker werkt, morgens om 10 uur de deur uit gaat, dus met zo'n 4 uur thuis is. Kut. Kijk, als je vrouw wegloopt en die neemt 2 kindjes mee en dat 10 weken lang weet je niet waar ze zijn. Dan krijg je een eis van €15.000 per maand voor je kiezen. Ze krijgt die 15 mil natuurlijk niet. Maar ze vraagt het gewoon. Dat is natuurlijk de onbehoorlijkheid. Dat het kind niet opgevoed is natuurlijk. Daar kan ze zelf ook niks aan doen natuurlijk. De vader en de moeder lopen de hele leven al in de steun.
Dus het kind heeft alleen maar dat voorbeeld gekregen. Dus wat dat betreft ben ik daar niet eens kwaad op. Wat? Ja, recht, recht, recht. Grote lippen, wellustig. Spitse neus, kleine oren, grote nek, lange nek, weinig gevoel. Dus deze man heeft geen verbinding tussen hart en hoofd is lang. Dus hij kan gewetenloos. Hij heeft wel kleine lichtgevende oogjes, moet ik zeggen. Zijn lippen zijn heel dik. Dat hij is wellustig. Kleine oortjes duidt op bijna geen emotie te hebben. Veel rechte vormen. Dus ik zou zeggen, even oppassen met deze man. Zo, oké. Okay. Kom je even naar voren, kom maar naar voren. Ja. Ik vind jou zo'n mooie figuur. Kom, naar voren. Kom, kom schatje, kom, kom, kom. Zo. Oké, okay, zo. Oké, okay, zo. Hiervoor staan nog een aantal mensen die proberen. En we motiveren ze nu om verder te blazen. Ga uw gang. Zo, hoe motiveren we ze? Hoe motiveren we ze? Hoe... Ja, 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 oké, okay, yes, yes. Oké, okay, yes. Blazen, blazen, yeah, yeah, yeah. Laatste, ja, ja, kom aan, gay. Oké, okay. Ja, oké, okay. Ja, ja, je bent de laatste. Ga jullie maar zitten, ga jullie maar zitten. Kijk naar het gezicht van mevrouw, kijk naar het gezicht van mevrouw. Hier blijven jij. Zo, daarom heb ik ook. Wat heb ik over mevrouw gezegd? Mevrouw is overgevoelig. Want haar huid is dun. Haar zenuwen liggen daarop. En het enige wat ze heeft, zij wordt gedreven door angst. Die hem staan, wat is het eerste? Dan zie ik die grote neus. En ik zie dat die grote neus naar rechts buigt. Heb je misschien nog nooit gezien. De neus wijst naar rechts. Hij gaat nu een beetje op het... Wijst van links af. Ja, klopt. Ja, wijst van links af. Wijst naar rechts. Zo. Hij wijst dus naar de ratio. Dus hij zit altijd in zijn hoofd. Hij is dus met al datgene wat hij wil en wil bereiken. Want hij heeft een hele sterke kracht in zich om te wensen, om te scheppen, om te zijn, om zich te manifesteren. Dat wijkt dus naar rechts. Dat wijkt dus van de emotie af. Dus hij zit meer in zijn ratio dan in zijn emotie. Hmm. Maar zijn emotie is heel sterk. Dat komt door die kleine oortjes. Hij heeft ook geen oorlellen. Want het is nog altijd zo dat onze emotie bepaalt ons gedrag. En zij die weigeren om hun emotie gewoon nu de volle praat te laten gaan, die zijn geblokkeerd. Om dus de ervaring, een leerproces mee te mogen maken. Mevrouw doet dat van nature, zonder dat ze dat weet. Want ze is bang voor de gevolgen. Dankjewel, ga maar zitten. Ja. Zo. Ik wil niet alleen zijn. Waarom niet? Dat wil ik gewoon niet. Ah, heb ik het ontzettend naar mijn zin als ik alleen ben. Maar ik wil gewoon wat de neuken bij me hebben. Ja, gaaf. Want u wil maar één ding en dat is dat u zich werkelijk goed voelt. Ja. Dat u dat gevoel heeft van zakken, want ik wil dat kan ik. Nou, en Willem kwam terug en Willem ging op de zolder zitten. En ik belde aan en Willem zat op de zolder. Ik zeg, Willem, wat doe je? Hij zegt, ik leef mijn dromen. Ik zeg, leef mijn dromen. Hij zegt, ja, zit in, want ik moet het vragen en dan krijg ik het vanzelf. Ik zeg, ja, maar Willem, maar je moet er niet op de zolder blijven zitten. Je moet er wel op uitgaan. Hij zegt, nee, zit, als ik op de zolder blijf zitten, dan komt het vanzelf naar me toe. Nou, hij is 5 jaar later van de zolder afgekomen en heeft gezegd, ja, want je hebt toch gelijk. Een goede verkoper heeft altijd ronde vormen. Mm-hmm. Want ronde vormen trekken samen en trekken je naar hem toe. Ja. Zo, heb je een beugel gehad? Ik heb een beugel. Je hebt een beugel gehad. Oké, dus haar tanden zijn dus misvormd. Een heilige man, jij neigt ook naar een heiligheid, dat zit ook in je. Dus spiritueel ben jij ook daarmee bezig. Hij heeft een langwerpig gelaat en een soort eivormig. Zo, dus ik kan niets over haar tanden zeggen. Dus hoe zij in haar hoofd boven zit. Heb je in laten spuiten? Injectables? Nee. Je kijkt maar aan zo van... Willy Bort Verkeer meegenomen. Dat is een hele goede vriend van mij. Als jullie nog weten wie Willy Bort Verkeer is. Grappig, want ik heb nog een aflevering deze week zitten kijken waarin jullie niet goed bevriend met elkaar waren. Ja, nee, dat was ook een rimpeling in de woestijn. Dus oké. Okay. En Willy Bort... Zo. Dit is rechts, dit is links. Zo. Iedereen zit tegen mij. Waarom ga je naar Goes? Dat is godvergeten oord. Ik zeg omdat de mensen in de Goes ook recht hebben op Raalteband. Er komen nog vele aan. Wim Hof komt er langs. Hè, de fantastische doen route van de fantastische ijskoman. De ijskoman. Dat Pechtold een huis krijgt van 325.000 euro en dat hij dat niet aangeeft. Maar het is toch te gek voor woorden dat hij er nog zit. Hebben we het over omkoping? Dit is nog ergens in de Bananenrepubliek. Nou, ik weet niet of ik dat met je eens ben. Nee, maar jij stemt D66, dus daarom zal het wel goed zijn voor. Zit ze in haar verstand of zit ze in haar emotie?
Het is één blok emotie. Dus mensen die gericht zijn op zichzelf zijn altijd rechthoekig. Rechthoekig zijn gericht op zichzelf. Ronde mensen zijn sociale mensen. Dat is namelijk een zachte vorm. En deze zachte vorm zorgt ervoor dat deze mensen deze energie hebben. Trekken mensen naar zich toe. Je zou bijna kunnen zeggen dat zijn mensen die verzamelen veel. Verzamelen vrienden, verzamelen geld, verzamelen kennis, zijn verzamelaars. Toen ik op de lagere school was, ik was gewoon stom. Ik heb een uurtje of drie mogen praten en toen komt er een man naar me toe van een jaar 50, 55. En die gaat op de knieën, letterlijk op de knieën. En die zegt tegen mij, God, ik wil uw handen kussen. Want ik wil u danken. Ik zeg, ga je even gauw staan. Nee, want ik wil tonen dat ik respect voor u heb. Ik wil mijn eerbied tonen. Ik zeg, even staan op je voeten gewoon, want zo gaan we niet met elkaar om. Het klinkt een beetje vervelend, maar egocentrisch, egoïstisch. Best een brave borst, maar... Maar kan het niet veranderen dus eigenlijk? Nee. Dit is gewoon wie die is. Ja. Oké, we zijn er bijna, hoor, maar ik vind dit super interessant. Deze man is... Deze man, hè? Ja. Ja. Dus haar... Zo, maar als ik gefrustreerd ben, dan raakt zij mij aan... en zij kan voelen waar die blokkade zit. Ja, dat hoef je niet voor aan te raken. Oh, mevrouw, je hoeft niet voor aan te raken. Nou, ik zou het wel lekker vinden als je me aanraakt. Zo. Er stond een oud vrouwtje. Die stond er met een bak rijst te wachten op ons. En we kregen rijst van die vrouw. Ik keek dat mensen aan. Ik dacht mezelf. Ik heb ergens in de havenmout. Hier in de wilskracht zo. Ja. Hier beneden zie je dus dan een enigszins ronding. Je ziet daarboven zie je heel veel rimpels op haar leeftijd. Het is een hei. Oh, is een hei. Oké, goed. Nou, dat maakt ook voor de rest niks uit. Ze bij ze moet komen. Ja, maar de basis is dat ze mij vertrouwt. Ja, nee, maar dat weten we allemaal wel. Natuurlijk, ga ik over vanuit natuurlijk. Dus, ja. Maar denk jij dat zij jou makkelijk kan vertrouwen? Dat is even een andere vraag. Kom eens even hier staan. Zo. Ja? Ik heb in het trappistenklooster gezeten. Dan moest je je mond dicht houden 3 weken. Dan ben ik natuurlijk dan ook gevlucht na 3 dagen. Dus op de een of andere manier. Maar je mag het niet meer zeggen, hè? Vandaag de dag. Hè? Zoals je mag ook niet meer zeggen dat het lekker wijf is, hè? Mag je ook niet meer zeggen. Hè? Nee, dat is verboden. Mag je ook niet meer zeggen, hè? Maar ik zeg het toch lekker als het lekker wijf is. Zeg ik toch dat het lekker wijf is. De 12 minuten zijn weer voorbij. Dus je kunt er ergens anders over nadenken. Dus mevrouw kan beginnen. Rechtvaardigen. Niet afmaken. Ja. Klopt. Daar liep zij er ook overheen. Gek. Daar is het onder. Als je nou werkelijk in jezelf gelooft, hoe doe je dat dan? Dan pomp je jezelf op. Dus wat doe je? Je kijkt gewoon in de spiegel. Dus 's morgens vroeg begin je om te kijken in de spiegel. Je kijkt in de spiegel en wat zeg je tegen jezelf? Wie is de knapste kerel in de badkamer? Ja, wie is de knapste vrouw in de badkamer? Zo, dan moet je al lachen. Oké, okay. En als je moet lachen, dan geef je jezelf een applaus. Yes. En als je jezelf een applaus geeft, geef jezelf, sla jezelf op de borst, want je hebt iets gedaan. Want je normaal gewoon niet op 5 of 6 morgens doet. Yes, maak 2 vuisten. Kijk naar die vuisten, knijp je die vuisten. En je zegt dat ene toverwoord, en dat toverwoord dat is. Het moet allemaal leuk zijn vandaag de dag. Televisieprogramma moet leuk zijn, is niet leuk, hup, zeppen. Je relatie moet leuk zijn, niet leuk, zeppen. De vakantie moet leuk zijn, hup, niet leuk, zeppen. Het moet allemaal leuk zijn. Je moet er goed uitzien, moet leuk zijn. En je moet jezelf vermaken, het moet spannend zijn. Bullshit. Het leven is niet leuk. Het leven trekt jou naar beneden. Het enige wat jij moet doen is opstaan elke keer weer. En daar word je zo moe van. Houdt het dan nooit op? Nee, mevrouw, het houdt nooit op. Het wordt alleen maar erger hoe ouder je wordt. En mensen interpreteren dus de crisis als crisis van... Oh, wat erg, het wordt nooit meer zoals vroeger. Wees blij dat het nooit meer zo wordt als vroeger, want het was vroeger gewoon een grote klantenzooi. Die energie, die power, ja. De chakra, datgene wat die man heeft, dat wil ik ook hebben. Ik wil over vuur lopen, ik wil met slangen spelen, ik wil spinnen over mijn lijf laten lopen, ik wil in het gras springen, ik wil honden kunnen kussen, ik wil alles degene doen wat andere mensen niet kunnen. Want dat geeft het gevoel van, ja, yeah! Chakra! Is die gek of is die niet gek? De meeste mensen zeggen, ja nee, allemaal dat chakra werkt niet. Oh nee, maar het werkt wel om tegen je zeggen, ik voel me shit. Ja, dat is wat anders. Ik zeg, ja, dat is de andere richting op. Dat is makkelijker, want dat doe je namelijk al je hele leven. Zie je hoe moeilijk dat is om te duiden? Sympathiek. Want in jouzelf denk je van, ja, maar ik mag toch niet oordelen over iemand. Maar je doet de hele dag niet anders. Ja! Oké! Want dat was sneller! Want dat was krachtiger! Want dat was lighter! Want dat was meer! Yeah. Kijk naar haar hoofd. Haar grens...
heeft behoorlijk hoog. Daarvoor bekomt men een dikke. Lieve Steen, ja. Luca Pito. Zo ja. So bueno, si rapide. Kom maar hier, dikke van. En zij denkt bij zichzelf, als ik nou met hem ben... Ja, natuurlijk is een oude man, maar goed, leeftijd zegt tegenwoordig niks meer. Mijn laatste vriendin is ook 42 jaar jonger dan ik, dus maakt niet uit. Want waarom houdt u van uw zoon of uw dochter? Omdat ze er altijd zijn geweest. Maar als ik uw zoon had opgenomen, 2 weken oud uit het ziekenhuis... en ik had hem opgevoed 2 straten verder... en u was hem na 25 jaar tegen was gekomen... had je dan wel een vervelend jongens, hè? Ik zou het ook wel eens leuk vinden als hij eens een keer wat kwam brengen. Je zou alleen maar denken dat ik maar 2 woorden kan zo kunnen zeggen. Kut en chaka. Dichterbij? Ja, meneer, ik wil graag dat je dichterbij komt. Ga maar even bij hem op schoot zitten. Volgens mij vind ik dat helemaal fijn. Ik niet. Zo. De wilskracht is groter dan zijn intellectuele vermogens. Weinig of geen daadkracht. Ja, best een brave borst, uitvoerder. Maar ja, voor de rest niks betekenis. Trouwens, dat is niet Afrika, dat is Somalië, zo te zien. Somalië is toch Afrika, gek? Dus... Daarom zijn er zoveel problemen vandaag. Er lopen meer gekken buiten gekkenhuizen dan erin zitten. Mag je tegenwoordig ook niet zeggen. Moet je zeggen, geestelijk gehandicapten. Nee, dat is een hartstikke gek. Nou, waarom denk je nou dat dat gebeurt? Een kleine mond. Een kleine mond, ja. Kleine mond. Vergelijk maar met mijn mond. Ik heb een normale mond. Nee, normaal, in de maatvoering. Zo, dus wat wil dit zeggen? Wat dat, als ik dat dan opklap, dus ja. Ik doe 2 keer rechts en 2 keer links, zo, hè, dus dan klap ik hem open zo. Dan zie ik dus gelijk, bijvoorbeeld bij Adolf Hitler, dan zie je dus gewoon dat hij zo'n hoofd heeft. Ja. Dus die was zo idioot, die kon dus ook niet anders. Dan idioot zijn? Dan idioot zijn. Maar dat hadden we al op vroege leeftijd kunnen herkennen. Ja, precies. Maar dat als je dus een foto maakt van jezelf... dan zie je dat of je linkerzijde of je rechterzijde... is meer of minder ontwikkeld. En we zien dat met geestelijke gehandicapten... zie je dat dus ook heel duidelijk. Dat kun jij zien en dat zie ik. Want je ziet die misvorming. Er klopt iets niet. Er klopt iets niet. Of je ziet een lullipieter. Hè? Bijvoorbeeld het hoofd is altijd 1/6 van je lichaam. Maar bij een lullipieter, een lilliputter... is het 1/5 van zijn, van zijn lijf. Of 1/4. Ja. Dus je denkt, hé, wat raar, wat vreemd. Ja, ik doe alles wat hij verschrikkelijk vindt. Je hebt toch geen keuze? Je hebt je kerel de deur uitgejaagd. Wat zeg je? Je hebt toch geen keuze? Je hebt je kerel de deur uitgejaagd door je gedrag. Ik heb mijn kerel niet de deur uitgedraaid. Je bent toch alleen? Ik ben heel erg goed bevriend met mijn kerel. Ja. Radelbanski voor Presidentski. Nee, maar luister even. Kijk, als je lacht, zie je dat? Als je lacht, lachenhoos. Zie je dat? Heel voorzichtig, die mond wordt niet echt groter. Dat is een andere lach als... Zo. Dan kan het zijn dat je... Heb je andere tanden gekregen? Kan natuurlijk ook, hè? Of dat ze tanden eruit gehaald hebben, zo. Als je dan iets gedaan hebt waar je trots op bent, dan sla je jezelf op je borst. En je maakt je 2 vuisten en je zegt... Chaka! Dan zeg je, ja, blijf dan even rustig, doe nou normaal. Ja, ik ben natuurlijk niet normaal. Ik ben niet normaal. Want normaal is natuurlijk... meneer Rutte is normaal. Althans, dat doet hij. Hij lacht altijd alles weg. En daarom is het ook zo'n zootje natuurlijk. Oké. Okay. Because I took her with me from home to service. So I asked him, what do you like to drink? Je wenkbrauw, heb je die geëpileerd? Nauwelijks. Nauwelijks, oké. Maar wel een klein beetje. Nou, maar dan weet ik natuurlijk niet wat nauwelijks is. Nee, want je kunt ook de middenkant weggehaald hebben. En dan, kijk, dat is nauwelijks voor jou. Want je bent langzamerhand een glijdende schaal. Sinds je 13e haal je gewoon een stukje van je wenkbrauwen weg. Zo even. Ja, nee, toch, is het toch zo? Je glijdt ergens in. Hè? En dat wordt normaal voor jou. Dus dat is allemaal oké. Okay. Kinderverkrachters moet je gewoon de pik laten afhakken op de dam door de vader van het slachtoffertje. Ja. Nou, nee, ja, ik heb nu een aantal moeders die kind van mij dragen. Een aantal? Ja, 3. En, 3? 3, ja. En dus, want ik wil geen vrouw meer hebben, nee, maar dat ik wil wel kinderen. Maar ik dacht dat je gewoon 1 draagmoeder... Nee, ik heb er 3. Ik heb er 3. Kom jij eens ervoor. Ja, kom. Kom maar. Niet verlegen zijn, schatje, kom. Zo. Deze wenkbrauw heb je aangezet. Ja? Oké. Okay. Zo. Mevrouw neigt naar ronde wenkbrauwen. Weet je nog? Zacht. Ronde wenkbrauwen. Dat wil zeggen dat deze mevrouw een drama queen is. Dus als haar iets overkomt en ze heeft verdriet, heeft ze vreselijk veel verdriet. En als ze succes heeft, heeft ze vreselijk veel succes.
Herken je daarin? Ja, een soort van. Ja. Dus je ziet de wenkbrauw. Dat wil zeggen, zij heeft geen weerstand. Herken je dat? Ja. Exact. Dankjewel. Emiel, zeker niet de laatste. Bedankt. Het gaat je goed. Succes met het vaderschap. Dankjewel. Je hoort en je leest het wel. Ja, precies. Ik was er niet bang voor. Laten we kijken naar haar nek. Ik heb gezegd, het hoofd is dus 6 keer haar lichaam. Zo. En kijk, ik heb wel meetlat erbij, maar ik heb geen tijd meer. Dus ik kan het meten. Zo. Zo, 83 centimeter. 3 keer 6 keer 83. Wacht even. Nee, toch geen 83. Mag even, mag even. 23, ja. Mag even, 83 centimeter zeg. Zo, wat zeg. 83 centimeter. God, 23 centimeter. Zo. Dus meneer zegt, je gaat wel, je hebt gelijk. Dus kijk eens hoe waardevol dat is. Maar je kunt alleen maar horen wat je al weet. Ja, ja, ja. Dus je hoort wat je weet. En het weten is de ziel. Het weten is de ziel. En de ziel is dus dominant aanwezig. En daarom zeg ik ook altijd, je moet God eren. Want als je God niet eert, laat hij je los. En dan ben je goddeloos. Dus daarom is het noodzakelijk om te geloven in iets boven jou. Je bent een egocentrische, nare, harteloze man. Nog veel erger. Namelijk? Eerlijk. Snap je? Je moet eerst jezelf leren kennen. Ja, precies. Want de wetenschap en iedereen die het weet, praat altijd over gemiddelden. Ja. Maar jij bent niet gemiddelde. Ik heb er op een gegeven moment iets uniek over op. En ik persoonlijk geloof dat als het eind van deze tijd voorbij is en als deze energie zich omzet in andere energie, ga jij naar boven toe en daarboven zal iemand staan. En hij, geschreven met een hoofdletter, zal aan jou vragen: wat heb je gegeven van de talenten die ik jou gegeven heb? Dan mag je een antwoord geven, want elke dag heb je geoefend. En hij zal je vragen: wat heb je geleerd van de toevallen die jou elke dag op je weg hier naartoe zijn ondergaan? En dan mag jij daarop antwoorden. En de laatste vraag zal zijn van hem, geschreven met een hoofdletter aan jou: wat heb jij gedaan waarop ik trots mag zijn? En het mooie eraan is, er is nog nooit iemand teruggekomen. Dus ik weet ook echt niet of het echt zo gaat gebeuren. Maar ik weet wel dat het hartstikke goed voelt. Ik hou van jou. En dank je voor je tijd. Mooi.